Ik heb jarenlang geambieerd om de beste te zijn en niks was goed genoeg voor mij. De sky was the limit en begrijp me niet verkeerd. De sky is op dit moment nog steeds de limit en aan ambities heb ik ook geen gebrek. Maar waar halen we het met z'n allen vandaan dat we de allerbeste willen zijn? Mr. Brett Florence wil wel de allerbeste zijn. Ik hoef dat niet zo, want het is oké om niet de allerbeste te zijn. Er zal namelijk altijd wel iemand zijn die beter is dan jij, die succesvoller is, die origineler is, die meer geld verdient en misschien wel de pijnlijkste, die jonger is dan jij. En dat is helemaal oké. Want het is veel interessanter om het dicht bij jezelf te houden. Om jezelf kwetsbaar op te stellen en om de beste versie van jezelf te worden. Om te kijken naar wat jij wil gaan neerzetten, naar wat jouw verhaal is en wat jouw pad is. Om je eigen kop boven het maaiveld uit te steken en jezelf kwetsbaar op te stellen. Zoals ik dat vandaag hier doe, ik vind het doodeng, zoals meerdere sprekers vandaag dat ook al hebben aangegeven. Ik sta hier met knikkende knietjes, met een vol hart, maar wel met een hart dat zingt, want ik word hier een gelukkig mens van en ik vind het fantastisch om te doen. En het is ook belangrijk dat je dingen gaat verzamelen in je omgeving waar jij ook gelukkiger van wordt, waar jouw hart van gaat zingen. En die spanning oproept, maar die spanning ben je dan bereid om te nemen, omdat het je verder brengt naar waar jij naartoe zou willen. En kritiek zal je sowieso krijgen, wat voor pad je ook kiest. Dus hou het alsjeblieft dicht bij jezelf en kies je eigen pad. Want je kan de allerbeste, de allerlekkerste, de meest rijpe, sappige perzik in de wereld zijn. En dan zal er altijd nogal iemand zijn die zegt, ja, maar ik vind perziken gewoon echt niet te vreten. Dus dat maakt helemaal niet uit. Dus het is veel belangrijker dat je het goed dicht bij jezelf houdt. Want iedereen heeft zijn eigen verhaal om te vertellen. En dat is ook wat het interessant maakt voor eventuele publicaties. Je hebt je eigen verhaal, je hebt je eigen werkwijze of een eigen stijl. En dat is iets wat interessant zou kunnen zijn om bekendheid mee te genereren. Een publicatie, een artikel. In 2011 ben ik afgestudeerd aan de Academie voor de Kunsten in Tilburg. En toen dacht ik 2 jaar later dat het wel eens tijd was om met mijn werk in een tijdschrift te komen. Dus ik heb dus de stoute schoenen aangetrokken en ik heb een magazine gemaild met mijn werk. En ik kreeg een berichtje terug met, dat is leuk en aardig wat je doet en we gaan het in overweging nemen. En als we een plekje voor je hebben, dan hoor je ervan. Dus ik verwachtte er eigenlijk helemaal niks meer van. Tot ik een maandje later een berichtje in mijn mailbox kreeg dat ze een plekje hadden en dat ze heel graag met mij in gesprek zouden willen gaan om over mijn werk te praten en te kijken wat ik nog allemaal voor elkaar aan het boksen ben. Dus ik vind het dan ook belangrijk om te vermelden dat je niet moet wachten tot een tijdschrift naar jou toe komt. Want het duurt heel erg lang voordat je iets hebt opgebouwd wat de tijdschriften naar jou toe trekt. En je kan veel beter assertief zijn en tijdschriften benaderen voor eventuele publicaties. En het is dan wel belangrijk dat je niet zomaar lukraak een tijdschrift gaat benaderen. Maar dat je wel gaat kijken, hè, wat voor werk maak ik en welk tijdschrift past daar dan bij? Zo zijn er, om het laagdrempeliger te maken, zijn er ook verschillende tijdschriften in Nederland die een online community hebben opgebouwd. En daar kan je dan je werk opzetten en dat is veel laagdrempeliger als meteen zelf een tijdschrift moeten mailen. En zij kiezen dan uit die beeldbank foto's uit die zij kunnen gebruiken voor publicatie. En dat maakt het allemaal net een stukje laagdrempeliger en hoef je niet meteen zelf heel veel actie te ondernemen. Wil je dat dan wel doen, bedenk dan goed wat jouw verhaal is. Wat maakt het interessant om jouw werk te publiceren? Past jouw verhaal wel bij het tijdschrift dat je aanschrijft? En waar gaat het over? Mensen zijn heel erg geïnteresseerd in het lezen van verhalen die bij de beelden horen, in plaats van alleen maar hapklaar een foto te zien. Dus het is belangrijk dat je erbij vermeldt, waar gaat jouw beeld over? Wat wil je overbrengen en wat is jouw boodschap? Probeer het ook vanuit een redactielid of een journalist te bekijken, dat het goed is om te weten wat jij wil vertellen met je beeld. En niet alleen maar lukraak je portfolio naar alle tijdschriften stuurt die je kent. Maar dat je echt goed van tevoren bedenkt hoe je dat allemaal in het vat gaat gieten. Ik heb een papiertje bij, want ik ben bang dat ik anders dingetjes vergeet. En als je dan in gesprek gaat met iemand over je werk, dan is het ook belangrijk dat je een visitekaartje achterlaat. En dan bedoel ik niet letterlijk je visitekaartje, maar wie jij bent als persoon. Hoe gedraag jij je? Hoe verhoud jij je? Hoe stel jij je op naar de mensen met wie je in contact gaat? Het is heel belangrijk in deze wereld waar de markt verzadigd is, zoals Brett ook al vertelde. Er zijn heel veel fotografen. En wat maakt nou dat jij je onderscheidt van die hele grote pool met visjes waar we met z'n allen in zitten? En natuurlijk is dat je werk, want je werk onderscheidt jou van wat de andere mensen doen. Maar het is ook belangrijk dat jij
nadenkt over hoe jij als persoon overkomt. Want mensen doen graag zaken met mensen die ze tof vinden. En je doet ook zaken met mensen. Dus het is belangrijk dat je ervan bewust bent hoe jij overkomt, hoe jij je gedraagt, hoe jij je opstelt. En ook doortrekken in hoe verzorgd jij overkomt. Dus dat is allemaal heel erg belangrijk. Want mensen werken graag samen waar ze een klik mee voelen. En dat is ook heel erg belangrijk, want als jij goed overweg kan met iemand, is de kans ook veel groter dat je wordt teruggevraagd om nog een keertje iets samen met diegene te doen. En dat zou dan het begin kunnen zijn van het opbouwen van je netwerk. Zo heb ik een aantal jaren geleden een interview gehad met het tijdschrift Zoom. En die publicatie die staat hier ook links onderin. En naar aanleiding daarvan heb ik contact gehouden met degene die mij heeft geïnterviewd. En op een gegeven moment was ik aan het rondkijken op de website van de community en dacht ik, het is allemaal leuk en aardig wat jullie doen, maar video is ontzettend in opkomst en jullie doen veel te weinig met video. Dus ik ben een klein beetje brutaal geweest, ik heb de stoute schoenen aangetrokken en gezegd, joh, kunnen we niet eens in gesprek gaan om samen iets te doen met video? Dus toen heb ik afgesproken op de Fotofair in de Beekse Bergen, een jaarlijkse fotobeurs, waar ik meneer Terborg ook heb ontmoet. En toen is daar een samenwerking uit voortgekomen en inmiddels mag ik regelmatig een video voor hen presenteren. Dus het is ook goed om te kijken naar waar zijn de gaatjes die ik zou kunnen opvullen met wat ik kan. En dat is dan ook het begin geweest van het opbouwen van mijn netwerk. En ik vond netwerken altijd een van de meest vieze woorden die ik kende. Ik vond het een beetje cryptisch, afstandelijk, koud. Zo van, we gaan met z'n allen ergens in een ruimte zitten, een beetje praten met elkaar, zakelijk doen en dan hopen dat er eventueel iets uit zou kunnen komen. En nu ben ik er inmiddels achter dat het op een veel leukere, interessante, toffe, fantastische manier kan. Het komt er namelijk op neer dat jij je zult moeten gaan bevinden op plekken waar de mensen zijn die jij wilt ontmoeten. Waar de mensen zijn die jou verder zouden kunnen helpen in jouw carrière. En er zijn in Nederland verschillende mogelijkheden om dat te doen. Je hebt bijvoorbeeld fotobeurzen, ik noem een professional imaging, een fotofair. Je hebt demodagen van verschillende merken die georganiseerd worden waar je naartoe zou kunnen gaan. Daar kun je dan, mocht er dan bijvoorbeeld een toffe fotograaf zijn die je heel graag zou willen ontmoeten, kan je kijken, goh, spreekt die misschien ergens, kan ik die ontmoeten? Of is er een merk waar je graag iets samen mee zou willen kunnen doen? He, waar staat die dan? En dan is het vaak interessanter om naar zo'n evenement toe te gaan, om het dan persoonlijk met iemand te bespreken als koud een mailtje te sturen. Want persoonlijk contact maakt het altijd veel laagdrempeliger en is de kans op het boeken van successen ook veel groter. Mensen hebben je een keertje ontmoet, ze weten wie jij bent, ze kunnen een beetje met je viben. En dan zie je ook meteen of er een klik is. Want een klik is in alles wat je doet, in alle samenwerkingen, gewoon ontzettend belangrijk. Bedenk wel van tevoren wat je zou willen doen. Ga je daarheen omdat je inderdaad fotograaf wil ontmoeten? Zorg dan dat je weet hoe laat je waar moet zijn, et cetera. Zijn er merken waarmee jij een samenwerking aan zou willen gaan? Bedenk dan van tevoren, oké, dat merk staat daar. En wat zou ik hen kunnen bieden? Hoe zouden wij elkaar samen kunnen verder helpen? In plaats van dat je lukraak daar naartoe gaat en zegt, yo, ik ben Lieke, ik ben fotograaf en ik wil graag iets met jullie doen. Ja, wat dan? Want het moet wel een win-win situatie zijn. Belangrijk is ook dat je iets meeneemt daar om je portfolio te kunnen laten zien. We zijn allemaal fotografen, dus we zijn visueel ingesteld. Merken waarmee je zou willen samenwerken zijn dat ook. Dus laat zien wat je doet, wie je bent. Een klein portfoliootje, een visitekaartje. Of in ieder geval iets waardoor men kan zien wie jij bent, wat voor werk je doet. En dan hebben ze meteen een gezicht bij het werk. Als je ze dan later nog een keertje mailt, dan weten ze ook van, oh ja, dat was die persoon van dat werk. Dat werkt altijd veel beter als alleen maar daar naartoe gaan en vertellen wie je bent, wat je doet. Laat altijd even zien wat voor werk je ook maakt. Dus een match is daarin ook heel erg belangrijk, dat er een goede klik is. Dit zijn allemaal foto's gemaakt tijdens netwerken. Vies, hè? Ja. Je ziet daar linksbovenin zie je een foto die is vorig jaar gemaakt op de Fotokina. Ik weet niet of jullie bekend zijn met de Fotokina. Dat is de grootste fotobeurs van de wereld. Wordt tweejaarlijks gehouden in Keulen. En ik ben vorig jaar voor het eerst naar deze fotobeurs geweest. En op de foto zie je linksbovenin Michel Maat, die verantwoordelijk is voor het beeld vandaag. Daarnaast met de blauwe haren René Robin, een fantastische Canadese fotograaf. En uiteraard Mr. Richard Terborg, die jullie sinds vandaag ook allemaal kennen. En ik had een kaartje voor Fotokina, die had ik ergens gewonnen. En ik dacht, moet ik daar nou wel heen gaan? Weet je, helemaal naar Duitsland. Ik kende bijna niemand. Dus ik had zoiets van, nou weet je, laat maar zitten. Ik ga wel naar de Nederlandse beurs. Dat is iets laagdrempeliger.
Totdat Richard zei, ah joh, kom gewoon, weet je, en ik neem je wel mee en dat komt er helemaal goed. Dus ik stapte vanuit Zeeland, ik woon in een klein vissersdorpje in Zeeland, in mijn autootje naar Keulen, zonder enkele verwachting, want ik had geen idee wat ik moest verwachten van die dag. En dat heb ik geweten. Ik kwam daar aan en Richard had een hele grote groep met allemaal toffe mensen om zich heen verzameld. En we hebben een hele gezellige dag gehad en die dag die ging over in de avond. Zo belanden we op een dinnerparty met allemaal fotobedrijven uit de hele wereld, wat super gezellig was. En een paar momenten later waren we ineens op een rooftopparty beland op in een hotel van Keulen. En kon je vanuit de mannen-wc, want de foto daarnaast is toch gemaakt op de mannen-wc, de skyline zien van Keulen. En ik dacht, ja, als chick moet ik daar toch ook heel even geweest zijn. Dus al met al ging ik daarheen met nul verwachtingen. En ben ik uiteindelijk op een rooftopparty beland met Adobe. Nu hoop ik dat jullie niet allemaal verwachten dat als je volgend jaar naar de Fotokina gaat, want die is volgend jaar, dat je ook met z'n allen op de mannen-wc bij een Adobe-party belandt. Maar dat zou zomaar kunnen. En het allermooiste van zo'n avond meemaken is dat je eigenlijk dezelfde mensen hebt als die je op zo'n fotobeurs tegenkomt, alleen dan in een veel relaxtere omgeving. Dus bij het dineren is dat ook zo. Dus je hebt allemaal mensen uit de fotobusiness, je hebt mensen die studio-eigenaar zijn, je hebt fotografen, je hebt mensen die ook een online platform op hebben gezet, websitebouwers, et cetera, is allemaal bij elkaar. En het gevoel wat je daar hebt, is dat het gaat wel over business, maar het is allemaal wat relaxter en niks moet. Het is super tof als er iets uit zou voortvloeien, maar het hoeft niet. En je kan er ook niet naartoe gaan naar zo'n beurs met de verwachting dat je iets voor elkaar kan boksen. Natuurlijk, je moet hosselen en je moet dingen proberen, maar verwacht nooit iets. Ga er alsjeblieft heen met een open mind en een open blik en zie wel wat er gebeurt. Want dan sta je namelijk ineens op zo'n rooftop. Zou zomaar kunnen. Dat is ook het allerleukste wat ik van netwerken vind. Is dat je nieuwe mensen ontmoet en een kringetje om je heen verzamelt van gelijkgestemden. En het allerleukste is dat je op een gegeven moment een paar mensen kent en die kennen weer mensen. En dat je zo steeds meer mensen in dat kringetje verzamelt. Dus wanneer je naar evenementen toe gaat, dat je steeds meer mensen kent daar zo. Het is daarom wel belangrijk dat je de ballen hebt of de ballen kweekt om je mond open te trekken op zulke evenementen. En ik was vroeger, dus misschien nu moeilijk te geloven, altijd super verlegen en iemand die heel erg ineengedoken zat en met niemand durfde te praten. En nu durf ik mijn bek open te trekken. En je gaat op je bek. En dat is oké, want niet iedereen zal jou verder willen helpen in jouw carrière. Maar er zijn genoeg mensen die dat wel willen. Dus het is wel belangrijk om de durf te hebben om het toch te doen en toch op mensen af te stappen. Rechtsonder in de duckface foto is er eentje die ik samen heb gemaakt met Rob Woodwox. Dat is een Amerikaanse fotograaf. En hij woont in Portland, Oregon. En ik ben vorig jaar naar Portland geweest. En ik zag dat hij daar woonde en ik dacht, weet je wat, ik stuur hem gewoon een berichtje dat ik daar naartoe ga. Of hij misschien samen iets wilde doen. En toen zei hij, ja, is leuk, een Nederlandse chickie, vind ik helemaal top. Dus uiteindelijk heb ik 3 dagen op zijn bank geslapen, hebben we avonturen beleefd overal en mag ik hem nu een van mijn mensen in mijn sociale kring noemen en dat is echt fantastisch. Dus ook al ken je iemand niet of alleen een beetje van het internet, stuur toch een berichtje en kijk of je samen iets heel tof zou kunnen doen. Oké, nu komt het echte werk. Waar het dus op neerkomt, is dat je meer moet doen. En je minder moet afvragen hoe, wie, wat, waar. Hoe ga ik dit allemaal voor elkaar boksen? Maar wat is jouw pad? Het is belangrijk dat je gaat nadenken van wat is het pad dat ik wil gaan bewandelen? Dus maak dat businessplan, zoals Brad net zei. En wie kan jou dichter bij jouw doel brengen? Wie zorgt ervoor dat jij stappen kunt zetten op jouw pad? Want het mooiste is, je hoeft het helemaal niet alleen te doen. En teleurgesteld zul je worden en je zal ook heel vaak nee horen of het deksel op je neus krijgen. En dat is oké, want als jouw vuurtje groot genoeg is, dan wordt het aangewakkerd daardoor. En wanneer een deur dichtgaat, zal er ook altijd weer een andere openen. Je hebt alleen nog geen idee welke en wanneer. Maar sta daar alsjeblieft voor open, want er zijn zoveel mooie deuren die nog open kunnen gaan. En ik zou heel graag willen afsluiten met de woorden van mijn opa. Een vliegende kraai vangt meer dan een zittende. Dat is eigenlijk de samenvatting van wat ik doe. Dus vlieg, want vlucht geeft je overzicht, mogelijkheden, kansen. Zitten voelt veilig, maar wanneer heeft zitten voor het laatst in jouw leven iets episch opgeleverd? Dus vlieg alsjeblieft. Mijn naam is Lieke Anna en ik vlieg weer door.
Dank je, Lieke.